Vanuit de Dominicuskerk streamen we de viering van Seren Hemelvaart. We zijn verbonden met alle locaties en kerken van onze Sint parochie. Vandaag zijn we teruggekeerd in Wiedgaat. We zien beelden van de kerk, bijgebouwen en de toren. Ieder deel van het complex heeft een eigen functie, een eigen sfeer. En een eigen uitstraling naar buiten. In het Evangelie lezen we over de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen geeft. Hij zegt: Ga en maak alle volkeren tot mijn leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor de viering van de doop zijn in vroeger eeuwen eigen gebouwen, Eigen doopkapellen gebouwd. Later zijn de doopkapellen een onderdeel geworden van de porchiekerken, maar wel met een eigen ruimte. De doopkapel van de Dominicus in Leeuwarden... is er een voorbeeld van. Geregeld is in het grondplan van zo'n kapel een achthoek verwerkt. In de gewelven van de doopkapel Kun je de acht zijden goed terugvinden? Je kunt zelfs meetellen. Waarom acht? Acht is zeven plus één. Zeven is het getal van de volheid, van het aantal scheppingsdagen. In bijbelse tijd moest ieder zevende jaar de grond rust krijgen. De zeven keer zeven jaar. Volgde een extra bijzonder jaar. Een jubeljaar, waarin bijvoorbeeld schulden niet terugbetaald hoefden te worden. En zo zijn er meer zeventallen te noemen. Na zeven, het getal van de volheid, krijg je acht. Een nieuw begin. Een nieuwe start. En dat hoort zeker bij het doopsel. Als we het grondplan van de Prochikerk in Wiedgaat bekijken, dan zien we iets opmerkelijks. We kunnen acht muren onderscheiden. Je zou kunnen zeggen dat de kerkruimte één grote doopkerk is. De doopvond heeft in ieder geval een prominente plaats midden in de kerk. Qua uitvoering vormt de doopvond één geheel met het altaar. Beide grote sacramenten van doop en Eucharistie zijn zo met elkaar verbonden. Het gebouw geeft binnen en buiten weer dat we als christenen gedoopte mensen zijn die het Evangelie in de wereld moeten laten zien. Mogen die opdracht van de doop door de geest van Pinksteren vernieuwd worden?